Ik heb weer een greenscreen, dus ik kan weer opnemen. We gaan direct door, we gaan beginnen met Ajax Career Mode. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik wel, als dat zo is, laat dan alvast een duimpje omhoog achter. Gaan we direct door. Nou, dat hebben we nog best snel gefixt, dacht ik zo. Dat kapotte greenscreen. Is vandaag op zondag dat ik dit opneem, is die bezorgd. Video komt op maandag online waarschijnlijk. Dus ja, en we gaan door met Ajax Career Mode. We gaan deze maand gewoon even afmaken. Ik ga de wedstrijd tegen Vitesse spelen. Ik wil zin in. Vitesse kan wel een leuke tegenstander zijn. En natuurlijk de Champions League wedstrijd tegen Sevilla. Eerst moeten we dus nog wat simmen, gewoon een aantal dagen. En de wedstrijd tegen Twente gaan we ook simmen. Moet even kijken welke vorm van simuleren ik daarmee ga doen dit keer. Maar ja, dat zien we dan. Ondertussen krijg ik een aanbod op Promes. En dat is van Arsenal. 37 miljoen. Is al een best net bedrag. Maar er staat dat ik veel meer kan krijgen. Tussen de 50... tussen de 34 en 50 miljoen. Dus we gaan wel onderhandelen met Arsenal. Maar ik denk dat er wel een kans bestaat dat er hier een dealtje uitkomt. Arsenal is een mooie club. Perfecte moment. En perfecte team voor Promes om te gaan. Hey, eindelijk is het gefixt. EA, dank. Dank u zeer. We zien er niet meer zo raar uit in cutscenes. Zoals met onderhandelen. Goed. 37 miljoen. Ik ga een nieuwe transfersom voorstellen. Ik ga niet 50 doen, want dan denk ik toch dat er een kans bestaat dat ze afhaken. Maar stel 45, als ze daarmee akkoord gaan, dat zou ik al heel mooi vinden. Zien wat ze hiermee gaan doen. 37 met een doorverkoopclausule. Nou, ik zeg, verwijder die clausule. En ik denk dat we hier wel 40 van kunnen maken dan. Vind ik ook nog een prima bedrag. 40 miljoen voor Promes. Wat vindt Arsenal daarvan? We hebben een deal. Er is een inleenaanbod op een van onze jeugddoelmannen. En dat is de doelman die ik ook wel kwijt kan. Of kwijt wil. Onze andere jeugddoelman wil ik namelijk zelf gebruiken. En hiermee gaan we dus gewoon akkoord. We hebben ook bevestiging dat Tagliafico is verkocht. Er is een overeenkomst voor 55 miljoen. En wanneer de transferperiode begint, krijgen we 50,5 miljoen aan ons budget toegeschreven. Nou, dan staat er nu een wedstrijd tegen Twente op het programma. Die gaan we zo simmen, maar voordat we die gaan simmen, gaan we kijken naar de challenges. Nou, we zijn al even aan het nieuwe seizoen bezig en ik heb nog niet eerder dit seizoen over de challenges gepraat. Dus er zijn al wel wat vorderingen gemaakt in die challenges. En tijdens deze challenges zijn er niet echt challenges. Twee eigenlijk maar en twee zijn er gewoon, ja, ik weet niet. Die moet ik gewoon uitvoeren. Het is niet dat ik goals moet scoren of zo. Ik moet gewoon spelers neerzetten. Maar dit zijn ze. We beginnen met Suarez, de terugkerende held. Hij heeft een goals challenge natuurlijk en is al goed bezig. Hij staat op 8 van de 20 doelpunten. Creatieve nieuweling, die is natuurlijk voor onze aankoop Iatare. Hij moet 12 assists maken dit seizoen, althans dat zou ik mooi vinden. Helaas staat hij nog op 0, maar ja, hij heeft nog niet heel veel gespeeld. Hopelijk moet hij gewoon nog een beetje op gang komen en gaat het daarna gewoon als een malle draaien. Doelman van de toekomst, onze jeugddoelman Schouw. Moet dit seizoen, of wil ik dit seizoen in ieder geval, 10 wedstrijden gaan spelen. Staat nog op 0 van de 10. En als laatste onze leider in opleiding. Dat is een vervolg op vorig seizoen. Had Xavi Simons als nieuweling 15 wedstrijden spelen. Dit keer gaan we hem gewoon in het wisselteam alle wedstrijden als aanvoerder spelen. Dat zijn in ieder geval de challenges voor dit seizoen. Gaan we nu simmen. Nou, ik ga gewoon met de basis simmen. Omdat, simuleren, je weet nooit wat het wordt. Dus vandaar, ook al zijn er een aantal beetje vermoeid in de volgende wedstrijd die ik zelf speel tegen Vitesse, geef ik ze in ieder geval rust. Nu gaan we in ieder geval hier toch maar gewoon snel simuleren. Scheelt me even tijd. En we spelen gelijk 2-2. Misschien had ik toch die andere vorm moeten kiezen. Zonde dat ze een punt laten liggen. En dat met de basis. Suarez en Iatare hebben gescoord. Ook de onderhandelingen met Promes zijn nu voltooid. Of over Promes moet ik zeggen. Er is een deal gesloten met Arsenal. Wanneer de transferperiode begint zullen we 36 miljoen aan ons budget toegevoegd krijgen. Dan is het nu tijd voor de wedstrijd tegen Vitesse. En dat ga ik doen in principe met het wisselteam. Dat staat al klaar. Ik ga wel een paar aanpassingen maken. Zirkzee wil ik gewoon laten spelen een keer. Ik ga wel Suarez meenemen op de bank. Schouten gaat er hier af. Kleiber gaat erin. Die stond er even de tijd niet meer omdat hij geblesseerd was vorig seizoen. Schouw gaat eraf en ik ga toch even Onana nog laten keepen.
Het is wel een eredivisiewedstrijd, geen bekerwedstrijd. Hij zal wel een aantal eredivisiewedstrijden moeten spelen. Maar voor nu laat ik hem toch even op de bank. Vertonghen gaat eraf voor Martinez. En dat is het eigenlijk wel wat betreft de aanpassingen. Gaan we nu door naar de pers en dan meteen door naar de wedstrijd. Nu Frey Schouw in de seniorenteam is, wat verwacht je van hem en gaat hij speeltijd krijgen? Ja, dat verwacht ik wel. Daarvoor is hij ook gepromoveerd. Hè? Je roept een keeper uit de jeugd niet voor niets op. En hij gaat in ieder geval de hele bekertoernooi gaat hij keepen. En ook wel wat wedstrijden in de eredivisie invallen waar nodig. Maar ja, we hebben grootse plannen met hem. Hij heeft een grote toekomst voor zich. Dus dat denken wij, dat verwachten wij. Hij heeft enorm veel potentie laten zien. En hopelijk kan hij dat eruit brengen in het eerste. Er gaan geruchten dat Bijlo bij jullie op de radar staat en dat Sillissen ook een kandidaat is. Wat zijn jullie plannen met hen? Bijlo. Nou, ik weet niet waar je dat gerucht vandaan hebt gehad, maar dat gerucht is niet waar. We hebben geen interesse in de doelman van Feyenoord. Sillissen, daar zijn we wel naar aan het kijken, maar we hebben nog geen concrete plannen voor geen enkele doelman. We zijn er namelijk naar meerdere wel aan het kijken, niet alleen naar Sillissen. Maar nee, we hebben nog geen concrete plannen. We zijn aan het kijken naar wie er geschikt is. Leeftijd speelt een rol, kwaliteit speelt een rol. En ja, alle puzzelstukken moeten eigenlijk passen. En dan gaan we werk maken aan een transfer. En wie de doelman, de vervanger van Onana gaat worden, dat is nog even afwachten. Heeft u al vervangers voor de spelers die u verkocht heeft of gaat u de jeugd een kans geven? Niet alles wat verkocht is hoeft vervangen te worden. Bijvoorbeeld bij Tagliafico. Blind is nu verschoven naar linksachter. We hebben nog Essler als linksback. En bij Onana zijn we natuurlijk nog wel aan het kijken naar een nieuwe doelman. En over het algemeen willen we altijd een juiste balans hebben van jeugd en nieuwe spelers waar nodig. We willen de jeugd voor de toekomst, hè, daar investeren we in. Die moeten ook een kans krijgen om te spelen en te groeien. Maar ja, die kunnen natuurlijk niet altijd meteen daar staan. En helemaal niet met de Champions League. Dus het is een juiste balans vinden. En daar zijn we mee bezig. Maar verwacht een combi van beide. Dat er wel spelers worden aangetrokken en dat jeugd wordt doorgeschoven. Nou, gaan we dan. Tegen Vitesse, ik ga direct door naar de aftrap. Die Vitesse zal mogen nemen, kijk maar. En we zijn begonnen. Oké, hier is een mogelijkheid. Kluivert gaat door de verdediging heen. Alle ruimte moet gewoon afronden, maar nee, stuit op de doelman. Veel ruimte daar op de vleugel voor Vitesse. Voorzetje, maar dat is geen probleem voor Onana. Almada, balletje naar Zirkzee, dat komt aan. Zirkzee nu, ja, die rondt wel af. En zo staan we redelijk vroeg al op voorsprong, 12e minuut. En Zirkzee knalt de 0-1 binnen. Dat is toch wel lekker vroege voorsprong. Hopelijk kunnen we het gauw uitbreiden naar 0-2. Hij heeft wat comfortabelere leiding. Maar hey, dit is altijd welkom. Doelpuntje voor Zirkzee, dat is mooi voor hem. Speelt niet zoveel dit seizoen. Heeft natuurlijk Tadic en Suarez nu voor zich. Maar wanneer die er staat, doet hij het nog altijd goed. 0-1. Daar gaat Kluivert. Zirkzee heeft een hoog balletje. Kluivert, misschien nu maar voorgeven. Kunnen we daarbij met Simons? Nee! Martinez de vleugel opgekomen. Kluiber is daarbij in het centrum mee. En die, nee, lost het niet op. Maar het schot is ook niet gevaarlijk. Wel een hoekschop. Eens kijken wat Vitesse hier daarmee gaat doen. Bazour staat klaar om die te nemen. Gaat de 16 in, maar we koppen weg. Vitesse in de aanval. Lekker Essler. Kijken of we kunnen counteren nu. Goud door. Kluivert vertrekt. Kluivert is sneller. Zo, Kluivert is een stukje sneller ook. Dit moet je toch wel afronden, Kluivert. En nee, de paal. Oh, reboundje. Hey. Kijk. Almada op de juiste plek, op het juiste momentje. En dan is dat een easy intikketje. Voor 0-2. Hier hebben we de herhaling. Kluivert, je kwam zo ver. Jammer dat je dan niet afrondt. Maar goed. Almada redt je situatie. Hij heeft het voor het inleggen. Prima doelpuntje. Nou, dat was nog een laat kantje voor Vitesse daar. Ik had dat even niet zo 1, 2, 3 verwacht. Gelukkig niet afgerond, nou is het rust. Kijken hoe het de tweede helft gaat verlopen.
Kleiber is er even voorbij gespeeld, maar mijn verdediging lost het prima op. Hier is Almada, ziet Kluivert gaan. Kluivert die was al voor zijn verdedigers. Gelukkig geen buitenspel. Laatste mannen waren nog ver achter. Daar is Oerzi, die kan koppen en komt hem binnen. Lekker hoor. Mooi doelpunt, Oerzi. Die nu meer speeltijd gaat krijgen. Nu is Promes ook definitief verkocht. Dus nou gaat Oerzi hopelijk opstaan. En staat hier meteen goed. Werkt hem prima aan het net na een voorzetje van Kluivert. Hier in de herhaling. Daar is de voorzet, de verre voorzet. En Oerzi wordt gevonden en komt goed binnen. 0-3. Oh, dat is nog best een mooi balletje. Almada naar Oerzi. Oerzi geeft hem voor, maar de doelman van Vitesse zit ertussen. Verdediging is een beetje aan het rollen. Kleiber helemaal van de rechterkant mee. Gelukkig weet Vitesse het niet uit te spelen. Twee wissels nu aan mijn kant. Kudus gaat erin komen voor Gravenberg. En Vertonghen komt erin voor Martinez. Hier komt nu Vitesse over de vleugel. Goed ertussen door Fosu Mensah. Wel een hoekschop nu. Eens kijken wat ze hiermee gaan doen. Bazour staat er weer klaar voor. Gaat de 16 in, maar daar zitten we tussen. Bal belandt wel weer bij Vitesse. Oeh, daar word ik even gepasseerd met Vertonghen. Waarom staat Esler daar ook niet gewoon op de vleugel? Fosu Mensah lost het wel goed op. Hier is Simons. Nu een schot. Gaat naast. Nog even een laatste wisseltje. Almada gaat er vanaf. Klaassen komt er voor hem op in het veld. En het is afgelopen. Dat terwijl we midden in de aanval zaten. Maar goed, het maakt ook niet uit. We hebben gewoon gewonnen. 0-3 is gewoon een prima overwinning. Kan ik niet om klagen. Na volgende wedstrijd staat op het programma. Sevilla is de tegenstander. Champions League. We staan eerste in de groep. We hebben als enige een overwinning gepakt. Sevilla heeft dus die vorige pot gelijk gespeeld tegen Galatasaray. Nou, eens kijken of wij kunnen winnen van Sevilla. We gaan gewoon spelen met de basis. Dus dit staat allemaal goed. Ik ga wel even gauw mijn bank checken hoe dat ervoor staat. En dat ziet er in principe ook wel prima uit. Promes is nu verkocht natuurlijk. Dus ik wil Oerzi gaan meenemen op de bank. Voor de rest denk ik dat ik dit laat staan zoals het staat. Misschien, nou, we gaan Vertonghen starten boven Schuurs. Dat is het enige wat we veranderen. En ja, hopelijk kan dit team dus winnen van Sevilla. We gaan het proberen. Nou, daar gaan we dan. Terwijl onze opstelling hier in beeld komt. Onze opstelling kennen we natuurlijk al wel. Ik ben vooral benieuwd naar die van Sevilla. Nou, Sevilla de opstelling. Mounir start niet in de spits, dat is iemand anders. Hey, Gudelje. Kijk dat dan, hij speelt. Dat wordt leuk. Nou, wij mogen aftrappen. Suarez mag dat nemen en we zijn begonnen. Iatare ziet Suarez gaan, geeft die bal mee, maar dat komt niet aan. Sevilla nu op de vleugel. Voorzetje is daar, maar ja, dat ga je niet inkopen vanaf die plek. En al helemaal niet op die manier. Kijk, Iatare nu aan de bal. Ziet daar Kudus gaan. Kudus naar Anthony. Anthony geeft hem voor. Daar is Iatare. Die komt er niet bij. Mazraoui dan nu. Die kan ook voorzetten. Daar is weer een mootje. Maar nee, dit is de doelman. Iatare nu aan de bal. Oh, die komt langs de verdediger. Maar de tweede man is daar ook aanwezig. En die voorkomt een schot. Goed druk gezet hier. Hebben wij nu een ingooi? Oh ja, zeker. Lekker bezig. Iatare verovert daar goed de bal. Hier is Klaassen nu. Daar is Anthony. Anthony naar Mootje. Die wil terugleggen. Nou, het schot wordt geblokt. Suarez naar Iatare. Nu naar Anthony. Kan die schieten? Ja, maar wordt geblokt. Oeh, daar werd ik gepasseerd. Goeie paasopening gevonden. En Sevilla schiet meteen binnen. Auw. Auw, auw, auw. Eerste kans die ze krijgen en het is meteen raak. Ja, nou, dat is balen. Iedere herhaling. Ja, daar die... Hij wordt ook wel echt vrijgelaten. Dan vraag je er ook wel om. Zo sta je ook wel terecht achter als je zo'n kans weggeeft. 0-1. Oh, daar worden we gepasseerd. En Vertonghen is natuurlijk niet de snelste meer. Nu komt Onana uit, maar ja, dat was te laat. Dat was te laat. Oef. Dat was pijnlijk om te zien. Vertonghen die kon dat gewoon absoluut niet bijhouden. En dat, kijk dan joh, dat gat wordt alleen maar groter. Martinez kon er ook niet meer op tijd bij. En Onana wordt helaas ook gepasseerd. En zo sta je 0-2 achter tegen Sevilla. Suarez heeft blijkbaar geel. Nou,
Paast hem ondertussen naar Iatare. Iatare geeft hem eroverheen. Suarez. Nee, komt er toch niet bij. Ik denk, wat gaat er gebeuren? Heel veel ruimte op links, maar ze gaan naar rechts. Oké. Okay. Blind moet daar zijn. Oh, op wat? Vertongen, waarom kopte je die niet weg? Je stond daar toch bij? Huh? Ik ben echt even heel verbaasd. Ah, hij koopt hem er wel strak in, mag gezegd worden. Dat verwijder ik Onana niet. Jezus. Was Vertongen daar gewoon weer te laten of zo? Hij probeert het een soort van. Oh, 0-3. Nou, wisselen. Vertongen gaat eraf. Schuurs komt erin. Suarez gaat eraf ook door zijn gele kaart. En Tadic vervangt hem. Oh my lord, daar komen ze weer hoor. Nieuwe voorzet. Blind. Blind, jong. Dat ging niet heel soepel. Oh, we verliezen de bal zelfs daar. Kudus zit naast. Schuurs blokt de schot. Wat een druk wordt er gezet door Sevilla. Martinez daar ertussen. Kunnen we nou een ontsnapping maken of iets? Hier krijgt Tadic de bal. Ze lopen elkaar ook in de weg daar bijna. Kudus geeft hem mee. Iatare, kan die nog bij die bal? Nee. Meegeven daar. Mazraoui is vertrokken. Oké. Okay. Kom op, een goaltje voor de eer. Tadic daar. Ja, hoppa. Daar is een goal. 1-3. Winnen gaan we absoluut niet meer doen, denk ik. Dat ben ik bijna wel zeker met nog maar 8 minuten op de klok. Maar toch fijn om een goal erin te hebben liggen. Een doelpunt. Voelt toch iets minder vernederend of zo. Maar hey, het is wel pijnlijk. We zijn echt afgedroogd in eigen huis. Maar Tadic scoort hier 1-3. Ondertussen gaat Anthony eraf. Kluivert komt hem nog even vervangen. Nee, oh, misschien had ik hem er hoog overheen moeten geven. Oh, wat dom. Dat had een tweede kunnen zijn. No, wat een gat. Ga uit, gelukkig. En dan is het einde wedstrijd. Auw, dit was weer even een flinke dreun die we hebben moeten incasseren, zeg. Jezus. 1-3 verloren. Dat wordt nog wat, deze Champions League rit. Nou, we zijn weer op het hoofdmenu. Wat een wisselvallig seizoen tot nu toe. We staan tweede in de competitie onderhand. Feyenoord staat eerste. PSV zesde. Nou, we zijn niet de enige met opstartstruggles dit seizoen dan zo te zien. Goed, dit was het wel voor deze video. Volgende aflevering gaan we kijken naar een nieuwe doelman. Dit zijn tot nu toe alle doelmannen die we op het lijstje hebben. Wie zal ik halen? Staat hij erop? Laat het dan weten in de reacties. Als die naam ertussen staat en je ziet het hem erbij staan, like hem desnoods omhoog. Dat mag ook. Staat hij er niet tussen, laat gerust nog reacties achter. Ik weet het niet helemaal. De mensen zeggen Bijlo, dat zie ik eerlijk gezegd niet echt zitten. En ja, dat is ja, Feyenoord keeper. Sillissen is heel voor de hand liggend. Maar ik weet niet of ik hem per se terug wil halen ook eigenlijk. Ik ben niet zo'n groot fan van Sillissen. En deze man was ook populair. Ik ken hem persoonlijk niet echt. Luis Maximiano. Jong, dat wel. Maar ik weet niet of ik zo jong wil gaan. Want we hebben natuurlijk onze eigen jeugddoelman. Wat dat betreft zou dit ook een mooie optie zijn. De 25-jarige Noebel. Als ik dat goed uitspreek. Heeft ook een gameface. Dus dat is ook mooi meegenomen. En 25 is niet te jong, maar ook niet te oud. Die kan hier gewoon nog even staan. Nog even bijgroeien. Totdat onze eigen doelman uit de jeugd goed genoeg is om er te staan. En dan kunnen we hem misschien wel met winst verpatsen. Daar zit ik deels aan te denken. Maar daar komen we in de volgende aflevering wel achter. Vond je dit een leuke video? Dan zou ik zeggen, druk dan op dat duimpje omhoog. Like deze video. Deel hem ook als je dat wil. Dat kan mij enorm helpen. Ben je hier nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan en druk meteen op dat belletje. Dan zet je de notificaties aan en blijf je op de hoogte van alle nieuwe uploads. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan. Laters.